Ja, zeg meneer Van Wissen, u moet stoppen met de zaak, maar ik zie u hier nog hoog houden. U lijkt wel een jonge god toch nog, hoor. Nou, fijn voor deze woorden. En een jonge god ben ik niet meer, maar ik voel me wel nog lekker fit. Maar ik heb een bepaalde leeftijd. En daar heb ik na overwegingen met mijn kinderen, heb ik besloten om toch maar te stoppen. Ik ben in 67 hier gestart met de zaak. Dus dat is al over 40 jaar, 44 jaar ongeveer. Je bent een krasse knar, hè? Nog druk bezig hier, oefeningen en dergelijke. Nou, Fons, ik zal het ook eens proberen, maar ik ben een stuk leniger dan dat ik ben, hoor. En dan op de grond zitten? Ja, daar ga ik niet aan beginnen. Eigenlijk. Daar laat ik aan u over. Van PSV kan ik me nog heel veel herinneren. Nou zijn er fraaie zwart-wit beelden van u, onder andere een goal. U scoort uit de corner en de manier waarop u juicht, weet u het nog? Ik kan me dat nou weer herinneren, nou je dat aanhaalt. Maar daar heb ik toch wel een beetje last gehad van mijn spieren. Maar... Nu niet meer doen, hè? Nu niet meer doen. Nee. Uw carrière bij het Nederlands elftal, die eindigde op een maffe manier, hè? Albanië uit en ineens was het voorbij. Dat hij dat weet, zeg. Wat ik het ergste vond, dat daar de moedertjes sliepen. Zo armzielig. En dat heeft me aangegrepen. Toen hebt u een brief geschreven naar de KNVB met dit wil ik nooit meer zien. Toen heb ik een brief geschreven naar de KNVB dat ik bedankte voor het feit dat ik zo lang had mogen meedoen. En dat dit mijn laatste wedstrijd was geweest. Van Wissen. Oh ja, ik kan het al. Dat kun je nooit missen. Inderdaad. De letters, Fons van Wissen hier boven de zaak. Ja, dat is toch cultuurerfgoed van Eindhoven. Die moeten blijven. Ja, als jullie erachter staan, dan komt dat eerder terecht. Als dat niet wordt vermeld. Bij deze een oproepje dan, de letters moeten blijven? Het zou prettig zijn als dat in de toekomst zou kunnen.